Vier man staan, hop, exploderen. Iedere keer weer. Dus rust in je organisatie. Linkerbeen. Wachten, oriënteren. Linkerbeen. Prima, Amber. Hop, hop, schuine ballen. Eigenlijk kan je anno 2016, 2017, kan je gewoon volgens mij niet meer zeggen dat het niet vanzelfsprekend is om talenten een kans te geven zich optimaal te ontwikkelen. Maar we doen het nog steeds niet. Tak, tak. Schuine bal, Mick. Weer een rechte bal. Dat is toch geen paas, man. Leg hem er gewoon schuin in. De Football Equals Foundation richt zich op gender equality te ontwikkelen en te promoten via het voetbal. We vinden allemaal dat diversiteit enorm belangrijk is in het bedrijfsleven. Er worden quota opgesteld als we het niet halen. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat het een vanzelfsprekendheid moet zijn dat jongens en meiden hun talent kunnen ontwikkelen. Dat is de basisgedachte erachter. En wij geloven dat de voetballerij aan de ene kant gewoon een spiegel kan zijn voor de maatschappij. En dat vaak is. En tegelijkertijd ook wel misschien de meest conservatieve wereld is wat dat betreft. De voetballerij is gewoon echt een mannenbolwerk. Waarbij je eigenlijk bijvoorbeeld al uitsluit dat er een groot gedeelte van je vijver qua talent al uitgesloten wordt. Dat is natuurlijk ongelooflijk zonde. 6 minuten spelen. Start! Wij denken gewoon dat je niet meer gender equality in onze generatie kan bevechten, maar dat het alleen maar kan als je vanaf jongs af aan gewend bent om de verschillen in kwaliteiten, maar ook de overeenkomsten te kunnen benutten. Als je weet wat verschillen zijn, kunnen verschillen je juist ook versterken. Nou, hier zien we dus op de grafiek dat de groeispurt per individu verschilt. Dat valt op een ander moment. En dan heb je één dat je in dat moment van je groeispurt gewoon een hoger risico hebt op blessures. We denken te weten dat meiden tot hun 14e met jongens kunnen voetballen en daarna niet meer. Maar het gaat ook om maatwerk en opleidingen bieden. Dus het gaat er ook om van welke speelster zou misschien wel tot haar 16e prima bij jongens kunnen voetballen. Maar andersom ook. Het kan ook heel goed zijn dat een speelster van 15 al in een dat een vroegrijper is. En dat ze dus al fysiek sterker is als een jongen van 15. Dus dat die speelster misschien juist wel heel goed fysieke weerstand kan leveren aan die jongen die een laatrijper is met zijn 15e en wat kleiner is. Ik denk dat de meiden misschien in het algemeen sterker zijn in spelinzicht. De jongens zijn fysiek wat sterker. En als je van jongs af aan al samen traint, worden die meiden ook uitgedaagd om telkens een stapje sneller vooruit te denken, handelingssnelheid op te drijven. Dus dat is wel een verschil. Alleen maar balbezit spelen. Met behulp van beide keepers en twee blauwe. Keepers 2 keer raken, blauwe 2 keer raken. Geel speelt vanuit balbezit tegenstander. Als je kijkt naar het speelstijl, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat je te maken hebt met een soort van botsende, eigenlijk meer complementaire, het zou beter zijn om het zo te zeggen, speelstijl. Die meiden zijn echt bezig met het team, heel sterk in het positiespel, zoeken elkaar steeds op, zijn heel goed in een stapje vooruit kijken. En de jongens zijn meer individueel gericht, zoeken meer de individuele actie. Zijn natuurlijk jonge jongens ook, en die willen graag uitblinken, individueel uitblinken door het maken van acties. En meiden hebben er wat minder behoefte aan, die zijn wat meer bezig echt met het team sterk maken. Maar dat is hartstikke mooi om te zien. En natuurlijk zullen de fysieke verschillen op een gegeven moment met hun 16e, 17e, 18e zullen inderdaad anders worden, zullen groter worden. Als jongens inderdaad de puberteit gehad hebben en 17, 18 jaar zijn, zullen daar verschillen in optreden. Maar dan nog hoeft dat niet per definitie te betekenen dat meiden geen weerstand meer aan de jongens kunnen leveren. Het is niet een voetbalschool waar spelers gewoon 1 keer in de zoveel tijd een extra training kunnen volgen. Het is echt ingezet om minimaal dezelfde faciliteiten, dezelfde coaching, dezelfde intensiteit van werken te kunnen bewerkstelligen als bijvoorbeeld bij de voetbalacademie van FC Twente. Dus dat betekent dat wij echt minimaal dezelfde kwaliteit aan personeel, aan faciliteiten en randzaken willen regelen voor ze. En dat zie je ook. Ze trainen 3 keer in de week bij ons. 3 keer in de week voorafgaand aan de training is er gewoon standaard krachttraining bij Trivora. Hè, waar ze gewoon met specialisten daar weer aan de slag gaan alvorens ze het veld op gaan. Nou, dat is uniek. Er is videoanalyse is eraan gekoppeld aan elke training. Er is een spelenvolgsysteem waarin we ontwikkelingen met de trainers ook van de clubs van de spelers willen delen. Dus je ziet ook gewoon dat we binnen no time ook gewoon niet aan die kwaliteit hebben ondergedaan. Als je ze inderdaad vanuit de vanzelfsprekendheid al op jongs af aan leeftijd met elkaar laat werken, zal je hopelijk straks ook gaan zien dat ook in het bedrijfsleven het een vanzelfsprekendheid wordt om die teams zo in te richten. En daar zit hem gewoon de winst.
Niet alleen dat we dit via of door de voetbalwereld een stukje diverser te maken. Maar we hopen dat als het mensen zien dat het kan in het meest conservatieve bolwerk wat er is. Dat dat inderdaad heel makkelijk toepasbaar ook moet zijn op de rest van het bedrijfsleven. En daarom zeg ik van als dit verhaal lukt, dan nodig ik het bedrijfsleven uit. Dan nodig ik ook de overheid uit om te zeggen, we steunen dit project. Want eigenlijk laten we hiermee zien dat wij het ook een vanzelfsprekendheid vinden. Dat kinderen hun talent moeten ontwikkelen. En niet alleen maar of jongens of meiden.